Gelukkig, de Koninkrijk, echt gevierd met champagne en, en ja, ik kan weer gewoon gaan en staan waar ik wil, zoals ik gewend was. Heeft u vier maanden moeten missen? Vier maanden. Vier maanden waarin Twan Jansen geen auto mocht rijden. En in die periode maakte hij daardoor veel extra kosten. Bijvoorbeeld om zijn artsen te bezoeken. OV-chipkaart te verlengen, 400 euro. Ik heb vier maanden wegenbelasting betaald voor een auto die aan de kant staat, kom ik uit op 72. Vier maanden verzekering betaald, 208 euro. En de huur van de garagebox, 320 euro. Dan kom ik uit op 1000 euro. Twan Jans is zeker niet de enige. Het CBR laat weten dat er al voor bijna 36.000 euro aan claims is uitgekeerd. Bij seniorenvereniging KBO melden zich steeds meer gedupeerden. Alleen al in Brabant gaat het om tientallen mensen. We hebben er op dit moment een vijftigtal die gaan over financiële claims bij het CBR. En daarvan zegt u, dat is terecht om die bij het CBR neer te leggen als claim. Oh ja, ik vind het absoluut terecht. Als je ziet dat, dat dit een organisatie is die faalt, die zijn werk niet aan kan, dan mag je daar niet de rekening bij de burger leggen. En dus helpen ze hier de ouderen met het declareren van de gemaakte kosten. Het CBR laat in een reactie weten dat ze de claims binnen anderhalve week proberen uit te betalen. Maar KBO vreest dat de problemen nog lang niet voorbij zijn. Als je ziet dat een behoorlijk aantal ouderen anticipeert op de geluiden. en zegt van: Nou, ik ga alvast nu een half jaar van tevoren maar een aanvraag indienen. Ik denk dat ze niet in, uh, in controle zijn. Deze organisatie slaagt er nog niet in boven water te komen.